De geschiedenis van de Birma-spoorlijn, ook wel Dodenspoorweg genoemd, was een aaneenschakeling van slavenarbeid, honger, ondervoeding, ziekten, vernedering en slaag. De kongsi was een overlevingsvorm. Groepjes van drie tot zes mannen die samen bleven klitten door dik en dun. En alles, maar dan ook alles samen deden en deelden. Hun eigen zieke verzorgde, samen het werk en alle andere taken uitvoerde en elkaar opbeurde en bijstonden. Een citaat uit de herinneringen van Bart Meerdink. Hij overleefde als marinier drie jaar Japanse krijgsgevangenschap. Maar in die oorlogsjaren verloor hij zijn vader en broer, twee slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. In korte tijd was er een abrupt einde gekomen aan hun gelukkige bestaan in de kolonie. Frits Meerdink is een begaafd ingenieur. Hij werkt bij de provinciale waterstaat Midden-Java en heeft leiding over de aanleg van grootschalige infrastructuur: wegen, bruggen, irrigatiewerken. Begin jaren 20 krijgt het echtpaar Meerdink twee zoons, Bart en Wolter. Ingenieur Meerding gaat wonen waar de projecten zijn. Dus de jongens bezoeken een lange serie scholen in allerlei delen van de archipel. Veel beelden uit het familiealbum getuigen van een uniek bevoorrecht bestaan. Fraaie huizen en exclusieve automobielen. De jongens onder toezicht van vader. En een inlandse hulp op een klein paard. Sinterklaas brengt een bezoek aan de Nederlandse kinderen. Begin jaren dertig woont het gezin tijdens twee verlofjaren in Den Haag. Ze maken de oversteek met het legendarische schip Dempo. De jongens passen zich moeiteloos aan. Ze vullen hun dagen met fietsen en voetballen. Wolter zingt in een gemengd koor dat door de dirigent met strakke hand wordt geleid. Terug in Indië struinen Bart en Wolter door de immense natuur. Ze krijgen les in een oude vechtsport met stokken om zich te weer te stellen tegen de soms hardhandige cultuur van hun Indische buurtgenoten. Sport is belangrijk. Ze zwemmen bij de Club Centrum in Bandung, spelen waterpolo en doen constant aan fysieke training. Ze zijn ook actief in de Scouting en allerlei verenigingen. Elk moment biedt een kans op een nieuw avontuur. Bart Meerding kijkt terug op de fantastische jeugd van twee broers. Door het gewissel van al die scholen waren we geen studiehoofden, maar dat deerde ons niet. We leefden buiten, gingen zwemmen, deden aan atletiek, als we maar bezig waren en er een wedstrijd van konden maken. En niet te vergeten, altijd leuke vriendinnen. Het was een prachtige tijd. Ik bewaar de beste herinneringen aan Malang en Bandung. Dat was een beetje mondain en Wolter en ik genoten er met volle teugen van. Ik deed eindexamen op de HBS in mei 1940. In Nederland was de oorlog uitgebroken, het examen Duits werd meteen geschrapt. Mijn vader was net met pensioen gegaan en een rustige tijd leek aan te breken. Ik vervulde mijn dienstplicht in het knil, maar de marine trok me meer. Uiteindelijk kwam ik op het Koninklijk Instituut voor de Marine, Kim, in Surabaya. Een fantastische, maar keiharde opleiding. De hele Indische bevolking was trouwens behoorlijk militair georiënteerd, heel strijdvaardig, maar de voorlichting was armzalig. We geloofden echt dat we de Japanners, die via China oprukten in Azië. Tegen konden houden. Binnen een jaar stortte onze wereld in. Bij de invasie van de Japanners in maart 1942 is mijn broer dodelijk gewond geraakt. Hij zat bij de infanterie. Ik reed met andere krijgsgevangenen in een kolonne Surabaya binnen, toen ik van vrienden hoorde dat hij aan de gevolgen van een buikschot was overleden. De Japanners beschouwden Waterstaat als een semi-militaire organisatie. Daardoor werden mijn ouders met geweld ingerekend. Onze herdershonden schoten ze zonder pardon dood. Ik belandde in een enorm opvangkamp in Singapore. Daar zaten wel 4000 mannen. Op een dag zag ik ineens mijn vader. We hebben elkaar toen voor het laatst gesproken. Hij was 50 en ik zag dat hij de weerstand miste om het zware kampleven te verdragen. Bijna een jaar later hoorde ik dat hij in augustus 1943 aan de Birma spoorlijn in kamp Namtok was bezweken aan dysenterie en uitputting. Hij ligt begraven op het ereveld Kanchanaburi. Een broer van mijn vader ligt daar overigens ook. Die was jurist en had een actieve rol gespeeld bij het Indisch bestuur. Ik wist niets over het lot van mijn moeder. Dat was een taaie, trotse vrouw. Ze overleefde een jaar cel in de Japanse kampen. Ze is in 1971 overleden. Bart Meerdink belandt met duizenden andere krijgsgevangenen aan de beruchte spoorlijn die Thailand met Burma moet verbinden. De Japanners willen een veilige bevoorradingsroute over land. Na een dode rit per trein. En een voettocht van meer dan 200 kilometer door de jungle, begint de zwartste periode in zijn leven. Aan de spoorlijn is een mensenleven niet zwaar, alleen de sterken halen het als ze zich elke minuut van de dag concentreren op overleven. Meerdenk redde het tot het einde van de oorlog. Ik was sterk en heb geluk gehad. Het was onwezenlijk. Aan het eind van de oorlog werd ik meteen goedgekeurd... en heb ik met de Rode Olifantbrigade Bali gezuiverd van Japanse troepen. Nog geen jaar later zat ik weer in Nederland, in Doorn... en leidde een luxe bestaan. We kregen een aanvullende opleiding. In die periode ben ik ook getrouwd. Ik kon een nieuw begin maken. Maar met alles wat ik deed, besefte ik het grote verlies... Dat mijn familie door de oorlog had geleden. Die jaren hebben me ook gevormd als militair. Ik was niet mild. Slap gezeur kon ik niet hebben. Ik heb van alles meegemaakt: eerst met de mariniersbrigade in Nederlands-Indië tegen het Indonesische leger en in de jaren 50 drie jaar op Nieuw-Guinea. Het afscheid van Indië in 1950 was niet makkelijk. De dag voor mijn vertrek heb ik nog het graf van mijn broer Wolter op het ereveld Kemban Koening bezocht. Ik denk nog wel eens: hadden de Nederlanders nog tien jaar normaal met Indonesië kunnen samenwerken, dan was de overgang wellicht vreedzaam verlopen. Ik sprak op de kade met een Indische officier en die zei: Het is voorbij. U wilde orde en rust en wij ook. We hebben er samen het beste van gemaakt. Later ben ik in de scheepsbouw terechtgekomen. Een grote kwestie die toen speelde was de levering van corvette aan de Indonesische marine. De cirkel was rond, kun je wel zeggen. Ik ben in die periode vaak terug geweest naar mijn geboortegrond. Dan stond je op een reunie van de HBS in Bandung. Veel van mijn Indische klasgenoten en collega Adelborst uit Surabaya zijn heel goed terechtgekomen. Meer dan eens werd ik als een vorst ontvangen op een landgoed met rijen bedienden en vier limousines. Het was voor mij leuk, maar dan zag je dat er aan die samenleving ook wel wat schortte. Tijdens die reizen bezocht ik ook het graf van mijn broer en alle plaatsen van onze jeugd. Het was soms heel confronterend. Het is moeilijk als de liefde voor een land wordt vertroebeld door vele tragische gebeurtenissen. Maar het deed me vaak ook goed. Ik weet nog dat ik in 1977 bij de betonnen brug over de Serraio-rivier stond. Die had mijn vader met een groep toegewijde medewerkers 40 jaar eerder gebouwd. Vijf bogen van 42 meter, een overspanning van 210 meter, ter hoogte van Ravolo aan de grote postweg. Het vervulde me met trots. Het is nog steeds de belangrijkste verbinding met het westen van het eiland. Ik heb veel meegemaakt en ik hecht eraan met vrienden samen terug te kijken. Natuurlijk wordt die groep klein. Van de ruim 100 adelborsten uit mijn jaar zijn er nog maar een paar over. Wat wil je, ik ben de negentig voorbij. Mijn leven was een afwisseling van tragische en prachtige hoofdstukken. Over het algemeen is het goed gegaan. In mijn militaire tijd was ik een doener. Sommigen noemen me roekeloos. Misschien kwam het doordat ik in korte tijd mijn vader en broer verloren had. Aan motivatie ontbrak het nooit. Ik heb vaak gedacht aan wat zij nog voor prachtige dingen hadden kunnen doen. Wat die oorlog een verspilling aan mensenlevens heeft veroorzaakt. Er is door velen een hoge prijs betaald. Dat verloren bestaan, en dan spreek ik niet alleen over mijn vader en mijn broer, staat voor altijd in mijn geheugen gegrift. Ik hoop dat komende generaties het ook niet zullen vergeten.